Je kent het wel. Het weekend, lekker de kroeg in, voor een biertje en een sigaretje. Vanaf 2008 mogen we natuurlijk al niet meer roken in de horecagelegenheden. Maar vanaf vandaag mag het ook niet meer in de aangewezen rookruimtes. Dat betekent iedereen de straat op. Maar dat zorgt voor een hele hoop problemen voor iedere horecaondernemer. Het is aan de ene kant, we snappen dat het een gezonde keuze is. Maar aan de andere kant, wij moeten onze gasten naar buiten sturen. En in bepaalde tijden van het jaar in de kou, in de regen, buiten met een sigaretje laten staan. Ja, en dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk zelf, een rookruimte is toch ook een soort van service naar de rokende gast. Comfortabel aan een tafel met je sigaretje en je drankje, met je vrienden, in plaats van buiten in de regen en de kou. En daarbovenop, onze buren die gaan echt niet zitten te wachten op alle mensen die met 3 biertjes op buiten met een sigaretje lekker luidkeels staan te vertellen over hoe hun werkdag is geweest of zo. En het ergste vind ik nog dat niet-rokers nu geen last van rokers hebben, omdat we deze ruimte hebben. Maar als ze nu een biertje willen komen drinken, door een haag van rokers heen moeten en dus veel meer rook binnenkrijgen dan wanneer we een rookruimte hebben. De horeca-eigenaren vinden het vooral raar dat deze regel niet met hen is gecommuniceerd en zijn allesbehalve blij met het verbod. Heel erg onbeleefd. In één woord, we hebben heel veel geld uitgegeven om rookruimtes volgens de milieueisen te creëren. Met afzuigkappen en noem maar op. En dan vervolgens, dan word je constant over lastig gevallen en nog een controle en weer een check-up. En van de een op de andere dag is dat over zonder dat wij nog maar een brief of iets hebben gehad. En dat vind ik heel onbeleefd. En als ze dan per se zo kinderachtig met rokers omgaan, die zijn er nu eenmaal, verbiedt dan de hele industrie, want ze verdienen er inmiddels wel een heleboel centjes aan met tax. En ondertussen leggen ze ons allerlei beperkingen op. Dus niet netjes. Absoluut niet. Om de rokers aan het verbod te herinneren, heeft Café de Vrijheid de sigaretten in asbakken vervangen door een fantasierijk alternatief. Wij gaan ze nog wel even op tafel zetten, maar wel gevuld met snoepjes. Dat is een beetje een ludieke manier om aan te geven, nou jongens, het mag niet meer. Het is ook even een visuele herinnering naar de gast, zeg maar. Dus in die zin ja, maar het is niet de bedoeling dat mensen daar nog een beuk in uitmaken.